De politiek kan voor uitholling zorgen bij een sterke milieuautoriteit. Daarom moet er in het kader van de Nationale Milieuautoriteit worden nagedacht of er aan dit orgaan een politieke of wetenschappelijke sturing wordt gegeven. Dit haalde NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam gisteren aan in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieuraamwet. Vreedzaam zegt dat vanuit de uitgangspunten moet worden gekeken welke sturing zal resulteren in een sterke milieuautoriteit. Want we praten over bescherming. Vaak hoor je, voorzitter, ja, we moeten het milieu beschermen, hier en daar moeten bescherming. Bescherming is een rode draad door alles. Maar is dat werkelijk zo? Als politiek de politieke wil niet aanwezig is en als politiek ingebed is en wij kijken hoe besluitvorming plaatsvindt, dan weten we, voorzitter, dat dat een heel een vraagstuk is dat cruciaal is, voorzitter. Maar het belangrijkste is ook, voorzitter, weten de beleidsmakers, weten de regering wat bescherming betekent. Vreedzaam zegt dat indien we als richting duurzaamheid willen, dat mens, economie en milieu op één lijn staan. Duurzame ontwikkeling houdt in dat de aarde zodanig gebruikt moet worden dat toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben. En hiervoor, voorzitter, als we kijken naar Suriname, moet een duidelijke missie, een duidelijke visie aanwezig zijn. En dat is heel belangrijk, voorzitter, voor het structurering van het instituut, het structurering van het ministerie en waar wij naartoe willen. Verder, voorzitter, duidelijke strategieën. Dus omdat een strategie bepaalt de richting en een idee dat voorkomt uit het inzicht dat het niet zo langer kan voortduren. Dat het een wereldwijde proces is waarin technologie, kapitaal, productie en consumptie elkaar aan- en opjagen en, voorzitter, niet langdurig gedragen kan worden door de inherente beperkingen van de aarde en dus wezenlijk onduurzaam is, voorzitter. Vreedzaam benadrukt dat strategie zal leiden tot duurzaamheid en het daarnaast een instrument kan zijn waarmee er oplossingen kunnen worden gezocht.